Oké, doe de deur maar open. Oh my god, 23! Ja! Yeah! Nou, dit was het. Oké, dankjewel. Hey, kijk, Nino Haring. Ik zat te denken, je wordt morgen natuurlijk 23. Ik weet al een tijdje hoe het is om die leeftijd te hebben. Dat is een mooie leeftijd. En ik zat te denken, wat geef je iemand die eigenlijk alles al heeft? Niks. Jawel. 23 cadeaus! Hey! Hey! Dit is echt iets veel. Smakelijk eten. Dank u. Cadeau nummer 2. Besef je even hoeveel cadeaus dat zijn? Je denkt echt dat er alleen een potlood en een puntenslijper is, hè? Nee. Oké, het is tijd voor cadeau nummer 3. Cadeau nummer 3. Ik weet wat dit is. Heb je dat zo snel nog gedaan? Ik weet niet hoe het eruit. Ik weet zelf niet eens hoe het eruit ziet. Oh, zo mooi. Kijk nou hoe leuk. Oh, maar dit was het enige cadeautje wat ik had gevraagd. Ik ben nu blij. Oké, dan stoppen we er nu mee. Ik hoef niks meer. Dus wel, er is wel één voorwaarde bij deze ketting. Altijd als je op stap gaat, moet je hem omdoen. En zeggen wie is Kaan? Dan zeg ik is mijn tweede naam. Hey! Lina denkt dat ze het vandaag makkelijk gaat krijgen, maar dit wordt een hele zware dag voor. Lina denkt dat ze op een rustig tempo gaan doen, maar nee. 23 cadeaus op één dag, ja? Dat is gewoon bijna één cadeau per uur. Maar je bent niet 24 uur wakker, snap je wat ik bedoel? Cadeau nummer 4. Ja, maak een beetje tempo. Ja, maar eigenlijk duurt echt fucking lang, 20. Ja, dat zeg ik. Als jij jarig bent, dan draait het natuurlijk om jou, maar ook om twee anderen. Otje en Lotje! Oh, poesiekadoo! Poesie! Jij hebt echt gekocht. Een kattending, laptop, maak het kapot. Dit is omdat al onze katten alles helemaal kapot maken in het huis. Dit is onze bank. Dus dit is een soort katten playhouse ding, dat ze het deze... helemaal mogen mollen. Welke garantie op deze laptop, denk je? Ik denk het niet. Ben je klaar voor het volgende cadeau? Ik weet wat het is! Wat is het dan? Is het een massage? Nee. Nee, het is geen massage. Je mag gewoon loop maar even naar de deur, dan kun je even kijken. Nee, ik vind het niet leuk. Hoezo niet? Ik weet niet wat het is. Maar dat is de hele bedoeling juist. Waarom, koffertje? Ik denk een massage. Weet ik niet. Het is een massage wel, hè? Doe maar, kijk maar even. Jawel, hallo. Ik had gelijk! Nou, hup, ga lekker liggen en geniet ervan. Normaal gesproken bestel ik ook altijd even één voor mezelf erbij, maar zelfs dat heb ik vandaag niet gedaan. Nina wordt even vers gemasseerd. Ik ga even het volgende cadeau ophalen. 23! Ze hebben nu pas hoe raar het is en ik ben echt op cadeau nummer 6 of zo. Dus Nina, wat heb je van je vriend gekregen? Nou ja, 23 cadeaus. Jezus, wat verschrikkelijk. Ik wil graag een bosje voor 23 euro. Jij wel raar hoe oud ze wordt, zeker? Ja, 24. Hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan. Hey, yes. Tot de volgende keer, hè. Fijne dag. Alsjeblieft. Ja, bloedjes. Heel lekker, hè? Smaak in de vaasje. Zo, oh, oké. Okay. Hey. Nou, dan gaan ze toch dood? Neem een hele hand. Ik heb net een massage gehad van een uur. Ik kan het niet meer aan. Oh, wat heb je het ook zwaar. Ik krijg 23 cadeaus op verjaardag. Ah, ik zo kut leef. Cadeau nummer 7. Het is een taart, denk ik. Wat zeg je? Het is een taart. Oké, jij krijgt geen cadeau meer. Waffelation. Gefeliciteerd! Nee, it's me! Oh my god, roze is die. Ja, mooi hè? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet per se heb gekeken wat voor taart het is. Ik heb mijn keus puur gebaseerd op hoe die eruit ziet, maar niet op hoe die smaakt of wat erin zit. Dus nooit is het van karton, ik weet het niet. Maar hij ziet er in ieder geval fantastisch uit. Ja, hij ziet er fantastisch uit. Je hebt het fantastisch uitgezocht. Lekker! Cadeau nummer 8. Happy birthday. Wat is dit? Crown and Pa.com? Is dit een porno site of zo? Wat is dit? Jij denkt dat elk cadeau een grap is. Dat was eigenlijk wel een betere geweest. Oh, canvas van mijn kat. Toch? Nee. Oh, een portret! Oh, dat wil ik wel. Otzi, dat wil ik. Lotzi wil dat ook wel. Ja, ik wilde eigenlijk dat we gewoon al laten maken, maar dat duurde zeg maar 38 jaar. Lachen, ik krijg zo'n rare pakjes aan. Kijk, hier zie je een paar voorbeelden. Leuk idee, Kel. Ja, leuk hè? Dat vind ik echt leuk. Dit is toch top en we zijn nog niet eens op de helft. Je weet wel wat ik nu voor mijn 24e verjaardag verwacht heb. 24 euro. Cadeau nummer 9. Ik weet niet of het een goed idee is. Het is vooral, ik weet niet of het een goed idee is voor mij. Sekscadeau. Nee. Nee joh, we hebben toch geen seks met elkaar. Pas goed op. Deze teambriefjes
Ze maken je heel machtig. Dit is een bonnenboekje. Kelvin kookt één keer. Maar kookt één keer? Wat is dat? Kelvin mag de hele dag geen scheten laten. Ja, dat wordt echt, die wordt echt fucking lastig. Lekker, hè? Zullen we lekker? Heilig. Van die geurstokjes. Oh, maar echt een dikke bak ook. Echt een dikke bak. Oké, dat waren 10 cadeaus. We zijn buiten, onderweg naar cadeau nummer weet ik veel hoeveel. Hier heb je enig idee wat we gaan doen? We gaan naar de hoeren. Nee. Gaan we iets kaai eten? Als je dat wil. Kel, doe niet zo stom. Ja, we gaan lekker weer iets kaai eten. Echt? We zijn aangekomen bij Iskaya. En de rest van de week eten we gewoon thuis, kookt Nina of gaan we naar de snackbar. Jij gaat naar de snackbar. Of ik ga alleen naar de snackbar. Wow, mijn lievelingsspel. Maar dan erop staat. Met uitbreiding. Ik ga je foto's sturen naar vriendinnen, zo gaat het. Ik ga je nu iets geven wat eigenlijk iedereen op zijn verjaardag wil. Voor als maar de hammer, dat is zo'n riesig zo'n ding. Dat geeft van hier bis naar vorne. Hey, Nina, gefeliciteerd. 23ste verjaardag. Hoogveel van uitgaven van Amsterdam. Ook van Haag. Touches Otto. Hierna. 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 Ik heb hier een cadeau voor je, een boek. Een boek, wat zie ik daar nou weer mee? Aangezien jij ook nu op YouTube bent begonnen, is het wel handig om een beetje een duwtje in de goede richting te krijgen. Gelukkig hebben we zeg maar niet 10 van deze boeken in de boekenkast liggen. Waar is het niet uitverkocht of zo? Damn, it feels good to be a gangster. Ik hoorde dat je ook bent begonnen met YouTube, wat leuk. Blijf zo doorgaan, hopelijk helpt dit boekje een beetje op weg. Nou, gefeliciteerd hè? Gefeliciteerd hè? Tijd voor een nieuw cadeau. Dit is cadeau nummer 15, denk ik. Hopelijk zorgt het ervoor dat jouw alcoholisme een klein beetje in toom wordt gehouden. Wat is dit? Dit is een flespuzzel. Dan moet ik een hele puzzel opmaken om de fles te openen. Ja, zeker. Ik vind dit een erg leuke cadeau. Origineel, hè? Erg origineel ook hebben. Hoeveel originaliteitspunten krijg ik? Voor 9? Ja? Wel 9. 9 originaliteitsvlekken. Ja, als je heel hard trekt, dan krijg je hem eraf. That's what she said. Oké, we gaan door. Balkonbankje. Kijk, dit bankje hier zo op het balkon. Heb jij een paar weken geleden gekocht? Ja, dus dit heb ik betaald. Maar ik dacht, dat is mooi, een van de 23 cadeaus. Volgende cadeau: een chocoladeletter. Het zijn de Tony Chocolonely's. Ja, wat leuk. Nou, we gaan weer door. Ik had dit hele ding gekregen van mijn nicht. Doe ik de koelkast open, is die gewoon helemaal leeg. Ja, er was iemand, een inbreker ineens. En die alles heeft alles weg. Niet normaal. Inbrekers tegenwoordig in Amsterdam is echt ongekend. Ik spreek jullie bij het volgende cadeau, hè. De, daar. Ik ben al langer dan 8 jaar. Ik weet precies hoe jij van houdt. 10 zakken paprika chips! Hey! Als je me zo lang kent, weet je ook dat ik niet van een verkreukelde chipje hou. Oh, kijk. Wat is dat nou weer? Is dat cadeau nummer 19? Wow, deze is zwaar. Het is cadeau nummer 19. Ik vind deze mooi ingepakt. Maar het is een spiegel met lampjes erin. Want ik zie je altijd daar op de bank met een mini spiegeltje je make-up doen. Ik dacht, portable. Deze is portable. Hey, yo. Hier, keer 3. Normale Nina. Instagram Nina. Cadeau nummer 20. En de derde kaart is een fotoshoot met Mika. Ja! Ik heb Mika, dat is een fotograaf, die maakt altijd hele vette foto's van mij, zoals deze en deze en deze en deze. En we wouden altijd met z'n tweeën, eigenlijk is dit zouden we sowieso al doen, maar ik moest nog cadeaus bedenken. En als we dan toch bezig zijn... Auw, dat doet echt pijn. Het is een boekje, wat ik daar nou weer mee? Aangezien jij zo'n chef-kok bent, hè, en je nog niet genoeg kookboeken hebt, dacht ik... Een airfryer boekje! Maar... Ik heb nog geen airfryer. Nee, dat klopt. Die moet je dan nog even kopen. Maar dat is dan een goede om voor te sparen. Airfryers zijn echt top. Hey! Ik denk dat ik weet wat het is. Het is een... Airfryer! Hey! Oh, ik ben zo blij mee. Yes, kunnen we al deze lekkere dingen maken, Kelvin? Nou, we.
Ik heb nog een bonnenboekje. Alles wat ervoor zorgt dat jij nog lekkerder, nog leuker kan koken. Dat maak je mij ook blij mee. En dan hebben we 22 cadeaus gehad. 22 cadeaus op één dag. Hey, ik weet niet of er een prijs bestaat voor leukste vriendje ooit, maar... Die heb je sowieso wel gewonnen. Dankjewel. Nee, 23ste cadeau komt nog. Het is niet een olifant of zo. Het is gewoon ook een leuk cadeau. Maar die komt vanavond nog. Dus kinders, hè? Dames en heren, jongens en meisjes. Alle knappe mensen van Nederland. Jullie moeten nog even wachten. Dit is trouwens geen huwelijksaanzoek, maar we gaan als het goed is over 1 minuut jouw 23ste verjaardag vieren. En ik heb jou vandaag al een aantal cadeautjes gegeven. Al 22. Al 22 cadeaus. Nogmaals, dit is geen huwelijksaanzoek. Nou ja, we zitten toch best wel op een bijzonder moment in onze relatie. En kinderen komen misschien ook mee. Ik word papa. Desalniettemin wil ik zeggen dat ik super veel van je hou. Ik vind jou echt de leukste, mooiste, meest prachtige vrouw ter wereld. En dat zeg ik elke dag tegen je, maar misschien is het nu nog leuk om te horen voor al deze mensen. Nina, een hele fijne verjaardag. Ik vind je geweldig. En we gaan er een feestje van maken. Ik hou van je.